Yo mensen, hey hallo, daar ben ik weer, Remco Enster, en we gaan karp vissen. Tent staat op en we gaan rammen. En rammen bedoel ik mee, al is het er waar, één vis van 10 kilo, 15 kilo, 18 kilo, 6 kilo, het maakt niet uit, vis is vis. En tot straks. Mensen, ja. Bakje. 14,4 kilo. Een beetje water extra, jongens. Lekker. Plaatje. Lekker hoor, lekker. Even kijken. Andere kant. Even een voerstekje aangemaakt. Lekker. Vis nummer 1 van de sessie. Gewoon foto's maken en weer terug. En kijken of we nog meer op een stek kunnen pakken. Yes! Yo, kijk eens. Kijk, ik zal jullie even snel even uitleggen naar die vis van hoe ik deze gevangen heb. Ik heb even aangevoerd door de eerste pijlen. En omdat ik zo'n beetje denk, nou, daar ligt hij onderaan het talud, heb ik hem op de lijnclip gelegd. Binnengehaald. Twee beenstuks uit elkaar gezet op 2 meter. Slagen eromheen gedaan. Tot je weer op de lijnclip komt. Even onthouden hoeveel slagen het is. En daarna heb ik de onderlijn eraan gedaan. Schuimpjes erin en ingooien. Vergeet niet die lijnclip weer los te halen, want dan gaat het goed fout hoor. En nou, toen kreeg ik die vis. En als je hem dan gevangen hebt en je wilt weer op zelf stek weer terugleggen, leg je dat loodje weer precies op 2 banksticks uit elkaar op die 2 meter, leg je het loodje daar weer neer. Doe je precies het aantal slagen wat hij eromheen moet, gebruik je daar weer voor. En doe je hem weer op de lijnclip, 2 schuimpjes eraan en dan kun je hem weer ingooien. Op het moment dat je die schuimpjes omhoog ziet komen, pak je je voer en dan kun je gewoon precies bovenop die schuimpjes of iets er voorbij net, kun je weer mooi voeren. Ik zou zeggen, dit was even mijn tip. Dus ik zou zeggen, doe er wat mee en veel plezier met nog even verder kijken. Later. Nou, ik zal je nog even snel uitleggen met welk richtje ik heb gevangen. Gewoon hetzelfde pop-up richtje van die je ook weer in de video heb laten zien van de aas en de karpers, waar ik er ook een vang. Dus wil je het zien, check die video even. En dat was ook direct het einde van de video. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Blauw duimpje omhoog als je het leuk hebt gevonden. Abonneren is gratis. En tot de volgende keer. Laters.